Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag en ik ga lekker een dagje winkelen met Nikita in Utrecht. Ik heb Nikita al 2 jaar bijna niet gezien. Echt erg, dus het wordt tijd dat we weer afspreken. En eigenlijk zouden we vorige maand al gaan winkelen, maar toen is er iets tussen gekomen. Dus nu ga ik vandaag echt super veel zin in. Ik ga straks met de trein en lekker ideaal. Ik hoef gewoon straks in te stappen en dan lekker blijven zitten. Ik ga eigenlijk bijna nooit met de trein, maar ja, voor zo nu en dan vind ik het best wel lekker. Dus ik heb treinkaartjes gekocht bij de Kruidvat. Scheelt ook weer, dus dat is helemaal ideaal. Dus ik ga zo meteen mijn tas klaarmaken. Opgemaakt heb ik al. En ik zal je wel even in de spiegel mijn outfit laten zien. Nou, en dit is mijn outfit. Ik heb een heel leuk t-shirtje weer aan van de Sting. Rokje. Oh, sorry, is van My Jewelry. Echt super leuk rokje. Met daaronder heb ik een panty aan. Ik heb nog een horloge om. En die is uit Egypte een paar jaar geleden. En ik heb weer mijn Mimoneda ketting om. En nog een Mimoneda ketting, de kleine. En ook nog Mimoneda armband. Dat is echt super tof. En verder mijn schoenen. Die zijn van de FAP. Echt leuke laarsjes. Dus ja, dat is mijn outfit voor vandaag. Ik ben aangekomen op station Oldenzaal. En ik ga nu richting de trein. Ik ben echt super op tijd. Want ik heb nog een kwartier. Maar goed, dan kan ik nog even lekker rustig zitten. En ik heb ontbijtje mee. Ik heb een breken mee. Een banaantje voor onderweg. En een beetje water. Dus ja, ik loop nu richting de trein. Het is ook niet zo'n heel groot station hier in Oldenzaal. En ik reed net langs het ziekenhuis. En wow, wat is dat mooi geworden. Ze hebben het nieuwe gedeelte, zeg maar. Ja, het nieuwe was wel oud, maar het nieuwere gedeelte weggehaald en het oude gebouw staat er nog. En het ziet er echt super mooi uit. Ik heb helaas geen tijd om daar nu nog langs te gaan lopen, maar ja, misschien dat ik het terugweg kan laten zien, want het is echt super mooi. Ik heb de eerste trein overleefd. Ik ben van Oldenzaal naar Hengelo gegaan en daar moest ik net overstappen. Dus ik wacht nu op de trein naar Utrecht. Anders zie ik eindelijk Nikita weer, echt super veel zin in. Ik liep net langs de kiosk en dat ruikt echt super lekker. Ik probeer echt de verleiding te weerstaan. Dus ik zit hier nu in een heel eenzaam in een hokje, zodat ik die geuren niet ruik. Dus ik wacht nu op de trein naar Utrecht. Die komt over 10 minuutjes en dan kan ik gewoon lekker blijven zitten tot aan Utrecht. Nikita, als het goed is, komt zij richting spoor 9, want zij was vanaf 21. Dus dan zie ik haar zo echt super veel zin in. Ik ben in Utrecht met Nikita. Hey, eindelijk weer na 2 jaar, veel te lang geleden. We gaan nu even op zoek naar een eetentje, want de winkels zijn pas om 12 uur open. Daar hadden we even niet aan gedacht. Maar goed, we moeten nu even kijken. De restaurantjes aan het water zijn allemaal helemaal leeg, want het is niet zo heel erg mooi weer. En hebben een heerlijke vega quinoa burger besteld. Tenminste, we hopen dat die lekker is, hebben we nog nooit gehad. Maar het ziet er in ieder geval super lekker uit. Super lekker gegeten en gaan nu eindelijk winkelen. En bij de Bershka geweest. Bij de Bershka was echt mega druk. We konden niet eens passen in een pashokje. Dat stond echt een hele lange rij. Dus we hebben gewoon voor een spiegel gepast en over onze kleding aangetrokken. En Nikita en ik hebben tot nu toe iedere keer precies hetzelfde gekocht. Hadden we toen al toen we gingen winkelen. En nu 2 jaar later nog steeds echt heel toevallig. Goed, we zien elkaar niet heel vaak. Dus het maakt niet uit dat we hetzelfde halen. En als we het allebei leuk vinden, waarom niet? Dus ik ben nu bij de Stradivarius. En ik ga eventjes wat items weer passen. Het was allemaal helaas veel te groot en een maatje kleiner hebben ze niet, dus op naar de volgende winkel.
We zitten nu bij Dunkin' Donuts, echt mijn allereerste keer, dus ik ben heel benieuwd. Nikita is al vaker geweest en ik heb een hele leuke Cookie Monster met een colata met mango. Een colata met mango en een strawberry cheesecake. Ik ben heel erg benieuwd. Nikita en ik zitten nog even bij de Dunnekomping lekker een brood te eten. En dan ga ik alweer terug richting Onderzaal en Nikita richting Houten. En ja, dan is ons dagje Utrecht alweer voorbij. Super gezellig. Eerst nog even deze opeten. Ik zit weer in de trein. Ik ben inmiddels een beetje station en ik heb het echt gehad. Op twee stations tot aan Hengelo en dan ook op de trein naar Oldenzaal. En dan ben ik er dus nog ongeveer een uur. Ik kijk ondertussen even op de vlogs op de telefoon. En ik heb nu een grotere telefoon, dus het is een stuk makkelijker. Nog een uur en dan ben ik lekker weer thuis. Jongens, dit is mijn school van 10 jaar geleden. Nou jongens, ik ben inmiddels op station Hengelo. Nog één overstap te gaan. Ik moest er ook maar één, maar de laatste stukje. Nog 10 minuten en dan ben ik lekker in Oldenzaal. Kan ik met de auto terug naar Losser. Ben ik lekker weer op Pascal thuis. Maar het was echt een superleuk dagje. Ik zal jullie thuis nog even laten zien wat ik gewinkeld heb. Maar het was in ieder geval echt super gezellig. Ik zit in de laatste trein en ze hebben hier zelfs stopcontact in de trein. Echt ideaal. En onder elke stoel zit dus zo'n stopcontact. Nou jongens, ik ben weer in Oldenzaal, helemaal happy. De reis zit weer achter de rug. Ik heb een uur en 52 minuten met de trein gemoet. Dus op zich valt het nog reuze mee. En ik hoef er maar één keer over te stappen, dus dat is helemaal prima. Ik zie mijn autootje al staan, dus ik loop er lekker naartoe. En dan nog 10 minuutjes in de auto en dan ben ik lekker weer thuis. Ik ben weer thuis uit Utrecht. Het was echt super gezellig met Nikita. Ik had er gewoon 2 jaar niet gezien. En ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe gezellig ik het vond. Want het was echt een top dagje. Ik heb niet eens alles kunnen filmen. Omdat we echt zoveel bij te kletsen hadden. En het was net of we elkaar eigenlijk een maand niet gezien hadden. Zo gezellig was het weer. Maar goed, ik ben dus nu thuis. En ik ga jullie nog even laten zien wat ik gekocht heb. Want ik heb 3 tasjes. Ik zet jullie even neer. En het eerste was bij de Costus. En daar heb ik een heel leuk t-shirtje gekocht. Echt super grappig. Nikita en ik kochten altijd al vaker dezelfde kleding. En dat is gewoon nu nog steeds zo. Ik vind het nog steeds hetzelfde leuk. Dus we hebben ook eigenlijk dezelfde dingen gekocht vandaag. En het eerste bij de Costus was een superleuk, of is eigenlijk een superleuk t-shirtje. En dat is deze. Er zit een heel leuk palmboompje zit erop. En is allemaal gewoon, ja, gestreept achterkant niet. Ik heb maat S hiervan en deze was 25 euro, maar is echt super fijn stofje. Dus ik heb hem ook op deze rok die ik dus vandaag aan het zwarte gehad. En dat stond ook echt heel erg leuk. En ik heb deze rok natuurlijk ook in het roze. En ik denk dat die daar ook heel leuk op staat. Want het is echt wel een beetje een t-shirtje wat ook wel bij My Jewelry kan verkocht worden. Dus ik denk dat die combinatie echt heel erg leuk gaat zijn. Daarnaast ben ik bij de MAC geweest. Dit keer geen lipstick gekocht, want ik kon niet echt eentje vinden. Ik wou graag een zomers kleurtje, maar dan had ik een zomers kleurtje op en dat vond ik dan niet echt bij me passen. En om nou winterkleurtjes te kopen vond ik zonde. Maar ik heb wel wat handels voor de vakantie gekocht, gewoon in mijn tas. En dat is deze mini Prep & Prime Fix Plus spray. Ik heb hem natuurlijk al in het groot, die had ik vandaag ook gewoon opgedaan. Maar deze is gewoon heel erg makkelijk om mee te nemen. En ze hebben vandaag 20% korting, dus ja, dan moet je natuurlijk wel wat meenemen. Dus deze was nu maar een tientje. En gewoon heel erg makkelijk straks om mee te nemen op vakantie.
En het laatste wat ik gekocht heb is bij de Bershka. En daar hebben we echt heel veel gepast. Maar er was zo'n mega rij dat we gewoon niet in de rij voor de pashokjes wilden gaan staan. Dus we gewoon eigenlijk alles over onze eigen kleding aan hebben getrokken voor een spiegel. En wat ik gekocht heb, en de Kita dus ook, dat is dit hele leuke blazertje. Echt super mooi. Hij valt een beetje gewoon nonchalant, dus dat vond ik wel heel toffer aan. En ik heb hier van maat S gekocht, want XS zat echt gewoon te krap. Het is echt heel verschillend wat ik daar qua maat heb, maar ik heb nu een S'je. En deze was €29,99 en ik vind hem echt super tof. Dus dat is eigenlijk ja, alles wat ik vandaag gekocht heb. Echt super leuke items en... die zie je vandaag, of zie je vandaag, zie je vast wel binnenkort weer in mijn vlogs voorbij komen. Ik ga nu bij deze ook de video afsluiten, want ik ga naar binnen, de rest zit al binnen. En gaan we nog lekker even tv kijken, gezellig kletsen en dan slapen, morgen moet ik weer werken. Ik hoop dat je het een leuke dag hebt gevonden, ik vond het super gezellig. Nikita, bedankt voor deze gezellige dag en we gaan snel weer afspreken, want 2 jaar was gewoon echt veel te lang. En tot bij de volgende video, doei doei!